Daar nummer. Je erbij zitten, dat is duidelijk. Ja, zie je goed? Als je zo met spray doet. Banyak kebesaran untuk banyak. Sebentar lagi panen kangkung. Besar-besar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Gaat goed. Gaat het. Halo teman-teman, aku sama Uda Bule akan mau kasih lihat proses kami nanam kangkung berhasil dengan dua cara. Satu dengan cara ditanam dalam air hidroponik. Yang keduanya kami tanam dalam lumpur. Kalau yang dalam air kita bijinya ya. Iya ya. Bijinya zace di dalam air. Terus yang kedua dalam lumpur itu kangkung yang udah kita beli di toko, kita potong-potong batangnya ditinggalin, masukin ke air sebentar, numbuh akarnya, terus kita masukin ke tanah lumpur. Jadi dua-duanya numbuh. Jadi dua-duanya hasilnya kami bisa menikmati sayur kangkung. Okay. Terus prosesnya gimana selanjutnya, ikuti video ini. Tapi jangan lupa like, comment, share. And subscribe. Okay. Kita mau pamer kangkung berhasil ya. Ya. Ini hari kedua. Hari kedua. Ini tabur kangkung hari kedua udah numbuh. Udah tumbuh. Kangkung kita dalam plastik. Oh, kita lihat. Oh, ini yang ditanam batangnya. Kita lihat yang ini ya, dalam plastik yang biji ya. Yang bijinya. Oh, sudah tumbuh. Oh, asik. Ya, is ook niet één. Oh ya. Oh, die zijn hoger, hè? Ini 11 hari. Wat meer groter. Tapi saya lihat orang oh, deze zijn hier kleiner. 11 hari lebih tinggi. Kita tukar air dan nih? Iya. Pakai dus vitamin. Iya. Ga jij dat doen of zal ik het doen? Jij maar doen. Ja? Oké, zal ik het doen? Water deze, weg hoe je is. Voorzichtig zijn. Kijken? Ja. Wow, zie je wortels? Oh ja. Even kijken. Oh ja. Oh, deze wortel naar beneden, ja. Ja. Misschien te laag. Hier. Beetje omhoog. En die andere ook een beetje omhoog. Ja. Even kijken. Dan trek je het aan de onderkant zo. Zo ben je dat? Ja, hier. Trek omhoog. Okay. Wie helpt dat trek omhoog? Deze? Hier. Kijk. Oh, deze? Ja. Heel voorzichtig. Ja? Ja. Zo. Nog meer? Deze ook. Deze ook. Ja? Ja. Oké, zo. Even kijken. Nog meer? Oh, sick. Hier ook. Deze een beetje omhoog. Deze ook. Deze. Hier. Ini lubangnya terlalu besar. Kijken welke nog meer. Oh, deze was weer. Ik zie hem al. Ja. Ja. En deze. Is dat nog een beetje? Ja. Zo goed? Oké, kita tukar ja? Air, ja. Oké. Tukar air. Water eruit. Ja. Dek een beetje. Zo. Ja. Zo. Kita kasih air. Air yang ada nutrisi. Nutrisi AB. Nutrisi AB, ya. Oh. Buat yang pengen tahu lebih lanjut, nutrisi AB yang kayak gini, aku pesan melalui internet. Kita pesan melalui internet. Ini waktu yang lalu aku pesan. Jadi kalau nanam-nanam dalam air, ini nutrisinya. Een siroop ABC, maar een soort siroop AB.
Met bekertje? Ja. Oké. Beetje roeren. Ja, oké. Zo moet je heen weer. Zo. A en B tegelijk. Ja. Zo. Jadi sekarang kangkung kami udah 11 hari ini setelah disemai benih. Nah sekarang seharusnya udah berapa hari yang lalu menurut ya persis goed denk ik. Maar deze wortel, soorten omhoog kan. Moet wortel. Even opnieuw erin. Hier denk ik. Gaatjes zoeken. Oké, maar doe ik alleen. Nee, laat maar. Oké. Vasthouden. Zo. Ja, kalau akarnya ke atas dia bisa mati, akarnya harus ke bawah. Itu risiko kalau kita nanam biji ini akarnya ke atas. Jadi akar yang ke atas ini harus ke bawah. Kalau enggak mati. Snel zijn gaan groeien, hè? Ja. Die ze kan het dan nog niet pannen. Ini sisa harus di bawah matahari. Ja, dat hebben we even een week niet gehad. Deze week krijgen we weer zon. Dus dan kunnen we ze buiten zetten. Ja. Ja. Je hoort die luwaar, dat heb je met de harry lagi te daten. Nee. Maar kijk, we hebben natuurlijk nu ook een week gehad met alleen maar bewolking en regen. En lagere temperaturen. Oh, ini wortel naar beneden, ja. Ini airnya sudah. Ja, tambah sedikit mungkin. Ja, een klein beetje. Oké. Sedikit. Sedikit. Oh ja. Ja. Oh ja, er staat er net een heel dun laagje erin. Ja. Oké. Okay. Dit is daar. Ja. Die andere ook. Ini. Tinggal wortelnya. Ada cukup. Lihat wortel. Oh, ini juga ada ke bawah satu. Wow. Belum terlalu panjang akarnya. Oh ya, nou is die goed, hè? Oké. Jadi air yang ini dibuang. Kita pakai ini air yang sudah. Zal ik dit vasthouden, mandje? Ja. Een stuk of 5 of 6 bekers had ik erin gedaan. Ja, misschien de volgende keer dat we er even een streepje erbij zetten. Dat is duidelijk. Nou, er moet nog 1 of 2 bekers bij, denk ik. Oh, nog eentje. Nog eentje erbij, denk ik. Wortel mana omhoog. Di ini, kalau akarnya ke atas, nggak bisa numbuh. Jadi akar ini harus ke bawah. Ja, zie je goed? Nog 1 bekertje erbij, denk ik. Ja, een klein beetje. Ja, zo is wel genoeg. Of een heel klein beetje erbij nog. Of nee, genoeg voor de wortels, hè, denk ik. Voor de wortels genoeg.
harder aandrukt? Gregetnya kami punya tiga pot, tiga semai waktu itu. Oh, deze zijn grote wortels, zeg. Ini akarnya ke bawah karena lubangnya kebesaran untuk yang ini. Mm-hmm. Jadi akarnya bagus, tapi ini terlalu ke bawah karena ya ganti air. Zal ik even vast houden, mandje? Nee. Nee? Het lijkt wel een soort bloemknoppen wat erop zit. Of is dat? Zijn dat zaadjes nog? Die bruine. Het is bruin, het is al leeg, niet goed. Oh, oké. Okay. Een klein beetje. Het is echt een beetje uitproberen. Ja. En drie bakken. Nou, teman, ini. Setelah 11 hari nanam itu tabur benih bijinya, tabur benih 11 hari yang hari Sabtu minggu lalu, sekarang sudah 11 hari. Friday nih. Ya, sudah 11 hari yang lalu. Jadi kita tukar airnya yang sekarang yang pakai nutrisi katanya untuk pertumbuhan biar cepat. Karena kita nyoba nanam di Belanda, selama ini kita tutup biar anak, kita tutup pakai plastik ini. Kalau di Indonesia karena panas kan nggak perlu tutup plastik karena katanya di bawah matahari, di sini nggak ada matahari, kebetulan musim panas tapi nggak ada matahari. Ya, net als een soort rumah kaca, hè? Beetje hetzelfde. Sementara tutup pakai ini. Ya, dan blijft het warmer en ook wat vochtiger, dus dan groeit het wat beter. Ya. biar tetap hangat karena di kalau di Indonesia di rumah kalau di Indonesia gampang ada matahari, di sini nggak ada, jadi kami tutup pakai ini, pakai plastik. Lalu kita lihat nanti beberapa hari lagi gimana, sampai di mana nantinya. En als volgende week als de zon schijnt, dan kunnen we het buiten zetten zonder plastic of ya. Met plastic. Ya. Minggu depan mudah-mudahan ada matahari, kita taruh dulu ya. Sekarang masih taruh ini syarat. Ya? Ya. Oke. De rest gewoon hierin? Bisa ambil, voor ambil kan? Ja, ja. Zou je het gewoon zo in doen of in de bak met kankoen? Ja. Een beetje spreiden. Maar eigenlijk met spray, als je zoiets met spray doet. Oké, ik kan. Ini kangkung dalam buka, sudah dibersih-bersih. Kangkung kita udah banyak, sebentar lagi panen kangkung tiga pot. Nah, kapan ya mau bikin sayur kangkung?
Dit weer ini. Ja. Tapi ini lagi lumpur. Ini besar-besar. Hari ini mungkin kita potong-potong yang di kebun. Dari kangkung? Ya, ya. Goed idee. Ja, als voor het groot, ja. Ja, groot ja. Besar. Ja, ik heb best wel weten hoe smaakt, eerlijk gezegd. Ja. Toch, hè, nou? Kom eens op dat, toch? Ja, ja. Nee, deze heb ik nog nooit geproefd, hè, van eigen kweek. Ja, 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 ja. Oké. Okay.